Ik had een nieuwe televisie had ik nodig. Nou, ik ben niet iemand die zich er echt in gaat verdiepen of zo. Ja, ik ben een makkelijke klant. Nou, mij kun je in principe gewoon alles aansmeren. Maar ik heb wel een vreemd soort trots dat ik ook weer niet wil dat zij denken dat ze me alles kunnen aansmeren. Dus ja, ik ga wel doen alsof ik er verstand van heb. Voornamelijk door wijdbeens te gaan staan. Hij zei, nou, ik ben op zoek naar een nieuwe televisie. Nou, hartstikke goed, we hebben een nieuw model. De Ultra HD televisie. Het is 9 megapixels, oftewel 9 miljoen pixels. Ik zeg, nou, dat is top. Dat is precies zoveel ik wilde hebben. En ik doe thuis uit nieuwsgierigheid dat ik heb opgezocht van hoeveel pixels kan het menselijk oog überhaupt waarnemen? Nou, het antwoord daarop is 2 megapixels. Nou, dus ik heb een televisie gekocht die voor het grootste gedeelte niet eens kan zien. Maar ja, een arend die zou echt waar krijgen voor zijn geld. Maar ja, voor mij is het alleen frustrerend, want ik zit te kijken en ik denk, ja, ik weet niet wat zich nu allemaal aan mijn oog onttrekt. Ja, maar misschien zit ik net te kijken naar die 2 megapixels waarbij Johan Derksen een of andere lomp maloot lijkt. Nou, misschien met die 7 extra megapixels erbij is gewoon een hele gelaagde, genuanceerde persoonlijkheid.